Some people get really high for their kicks. And others go even further. But for some, that's not enough. They'll just do anything. But she took it to the next level. She went to Brabant. Of course, she should have known better. She knew the risks, but she went there anyway. And now, she has got to find out how she ended up in this mess. And in this white dress. Thank God, no ring. But the gown, how did she get it? OMG. And what in the world is this? It definitely had to do something with this goo. There was this artist. Koeienmest is een heel waardevol materiaal wat we hebben in Nederland. Daar kun je dus bioplastic voorwerpen mee maken en textiel. You see, that's Brabant for you. Nothing's really what it looks like. Cows don't just produce milk. They're making bridal gowns that actually smell good. Weird shit. Wait a minute. She doesn't play the accordion. Not even a flute. So how did it get here? And why are these elderly people crowding her mind? Als we komen en zeggen we gaan een dansworkshop doen, dan hebben ze zoiets van, ja, maar ik kan niet meer dansen. Veel mensen van deze generatie zijn nog niet gewend om te praten over hun gevoelens. En via de dans en de performance krijgt het gestalte. Voel je die dankbaarheid, de liefde, maar de echtheid van de ouderen. Dat is ook zo mooi, want ze zijn echt puur gewoon. Ze zeggen waar het op staat en ja, dat raakt je heel erg weg. Het mooiste zelf vind ik dan als mensen die bijna onbereikbaar zijn geworden voor contact, dat ik die dan ineens wakker zie worden en er zijn. Het lukt heel veel mensen in de zorg niet meer om dat contact nog te maken. I told you, Brabant is not safe. They dance the elderly back to life. This waffle. This taste. Where did she get it? Ik laat mensen nadenken over het eten van de toekomst. Het stoort me eigenlijk enorm dat, ondanks dat er heel veel voedsel tekort is, dat we ontzettend veel groente eigenlijk nog steeds verspillen. En zelf maak ik op dit moment van die nevenstromen uit de groenteindustrie. Dus de scheve groenten, de kromme groenten, stroopwafels. Dus het is eigenlijk een product wat iedereen kent, alleen dan een gezondere, duurzamere variant. You see, they don't like waste in Brabant. They turn it into candy. Misschien een beetje vreemd, maar wel lekker. And this is not a fiancé. She has never met him before. Or did she? Another trick Brabant plays on you. This is not just a very big spinning top. It's a community project. Ik heb 4 maanden in Woensel gewoond. Op zich een hele mooie wijk, maar op een of andere manier raakten mensen niet met elkaar aan het praten. Het komt een beetje door de architectuur. Mensen leven langs elkaar heen. Alles wat je wil, ben je waar. Check hem. Als basis hebben we de raptekst van Fresco. Vanuit daar pakken we een paar zinnen eruit en daar leiden we mensen een beetje mee de creativiteit in. Hij wil dat je lekker zit en je vel dus vertel. Op mijn plank stond. Mijn ogen hebben veel gezien, mijn mond heeft vaak gezwegen. Maar oh, wat hou ik van het leven. Je hebt zelf verzonnen. Een mens is nooit alleen. Dan snap je je doel, je moet niet twijfelen meer. Neem je toekomst nu in eigen beheer. We hebben heel Woensel Noord en uiteindelijk dus meer dan 600 mensen kunnen betrekken bij het beeld. Ik ben pas in die buurt komen wonen.
En het gaf een enorme verbondenheid. Een belevenis was het. Door samen iets te doen. Wilskracht, baby. Yeah. Wilskracht. I told you, these Brabanders, they mess with your mind. So if you want to keep your sanity, don't go there. Unless you're willing to see things differently. Do you? I do. But more importantly, do you?